100 meter. 50 meter nog. En de paarden zijn gestart. Mooie start voor Verona Heikant. Mooie start voor Ways to Fortuna. En zo gaan de deelnemers dan de eerste bocht opzoeken. Verona Heikant echter houdt de voorbenen ertussen. Probeert de leiding te houden, maar er is geen houden aan. Ways to Fortuna drukt door en neemt een lengte voor. Maar gaat geen rust krijgen, want hij is onderweg. Of zij is onderweg, moeten we zeggen. Verona met Ewout Schouten. En als je dat paard op je dak krijgt, dan ben je het haasje. En dat is precies wat er gaat gebeuren. Aan de buitenzijde gaat Verona nu serieus in de aanval. Toch gaat Annemiek Beekman vertrouwen op de kracht van de paard. Ze vangt hem nog even op. Maar Annemiek, dat is toch een hele moedige actie van je. Op dit moment geeft ze dan ook op dit moment het voordeel aan die nummer 5, Verona. En die heeft dan een hele mooie uitgangspositie. Verona heeft een lengte voor. Op de tweede plaats volgt dan Ways to Fortuna. En aan de buitenzijde meldt zich zo langzamerhand Willem VB. Die had gedacht de rug van Verona te kunnen krijgen, maar kwam bedrogen uit en zou nu eventueel nog een plekje naar binnen kunnen. Misschien ook niet, want aan de binnenkant daarachter volgt Verona Heikant. Daarachter is dan aan de buitenzijde het nummer 6 van Tiptronic BN, die de laatste keer weer eens wat liet zien. En daarachter is er dan Tiffany LM. En aansluiting is er voor Hiltje Charlesman. Zij rijdt paard nummer 7, een credit card. Door de bocht, overzijde van de baan, hoog tempo, dat is aan Verona wel toevertrouwd, heeft een anderhalve lengte voor. Op de tweede plaats heeft Ways to Fortuna er nu een ideale gangmaker aan. En daarachter krijgt Willem VB een ongelukkig parcours met Chris van Diest. Aan de binnenzijde volgt Verona Heikant en achter Verona Heikant hebben we dan de laatste drie paarden in aansluitende vorm. Waaronder Tiptronic BN aan de buitenkant van Tiffany LM en aan de buitenzijde daarachter komt dan langzaam maar zeker naar voren Credit Card met Hiltje Tjalsma. Paarden komen op weg naar de rechte lijn voor de tribune. We gaan, denk ik, Sjors de laatste ronde in. En het is daar dat Brakenboer in de aanval gaat. Peter Brakenboer met zijn Tiptronic BN. Maar vooraan Verona. Ways to Fortuna. En dichterbij Willem zo langzamerhand ook in de aanval. Paard nummer 7, Credit Card. Door de bocht, overzijde van de baan, kijk en geniet van Verona. Heeft inmiddels een lengte of 5 voorsprong opgebouwd op Ways to Fortuna. Verona Heikant komt van de reling af en gaat zo dadelijk in de achtervolging. En daarachter schuift het veld in elkaar, maar is Willem VB geklopt. En komt inmiddels Theo de Vente naar voren met zijn nummer 3, Tiffany LM. Maar het gebeurt ver, zo ver achter de rug van Ewout Schouten. Ook Credit Card begint nu naar voren te komen. Maar Verona lijkt vandaag een Rolls tegen Skoda. Tot op dit moment heeft een grote voorsprong opgebouwd. Het makkelijkste rente voor de centen sinds tijden lijkt dit te gaan worden. Maar hij moet nog wel even de hoofd bij het werk houden. Ewout Schouten, daar komt hij aan. Zijn eerste. Geeft u maar een extra groot applaus. Hier is Verona. En als je het voor de eerste keer doet, dan doet hij het ook maar goed. Verona is de winnaar voor Credit Card. En op de derde plaats Verona Heikant. 5-7-2. De koers nog gewonnen. Dat is geen schande voor de overige paarden. Dit is gewoon iets heel bijzonders. En daar is Verona. En we gaan eens even kijken of we er een sierdeken op gaan krijgen. Ewout, dat moet lukken. Allereerst mevrouw Schouten om haar zoon te feliciteren. Bosbloemen voor Ewout en een prachtige sierdeken. En de sponsoren die zijn niet te beroerd om zelf even mee te helpen. Om een en ander in het juiste gareel te leiden. Ewout, van harte, we willen geen ongelukken, maar als hij zo stil staat, proberen we toch even een mooi moment voor jou, denk ik. Ja, super, kan niet beter. Ja. Ging er door je heen? Nou ja, ik had een goede start natuurlijk, dus ik dacht, ja, dan ga ik gelijk met door ook natuurlijk. Dus ze heb genoeg over en ja, dat bleek al natuurlijk. Ben je er toch nog iets te riskant om op de finish even de zweep in de lucht te steken, die je overigens niet bij je hebt? Nee, die heb ik niet. Nou ja, houd het op, hè. Dan houdt het zeker op, maar dat je blij bent, dat staat buiten kijf. Ja, super, ja, kan niet beter. Eindelijk van die vervelende derde plaats af. Ja, nou, de derde plaats is ook goed natuurlijk, maar dit is mooier, ja. Ieder van Ewout gaan de koers nog maar een paar keer terugzien. Ja, dankjewel. Ewout Schouten, zijn eerste en de familie leven ermee. Mij heeft het fantastisch gedaan. Goed voorbereid en ze wordt ook een stuk makkelijker in de omgang. Geef er een applaus, een paard voor de toekomst. Verona en Ewout Schouten.
De uitslag van de zesde koers is officieel. Gewonnen door paard nummer 5, Virona. Ewout Schouten, die wint in 1-19-7.